Kijkers van Online Teams, van harte welkom terug bij groepsfase UEFA Europa League tussen PSV Eindhoven en Sturm Graz. PSV moet winnen. Als PSV verliest, dan liggen ze er officieel uit. En als Monaco speelt tegen Real Sociedad, als ze die twee gelijk spelen, dat kan wel zijn, want dan komt PSV over Real Sociedad heen. En dan kunnen ze in die wedstrijd tegen Real Sociedad winnen. Dan gaat PSV door. Maar goed, we zullen wel zien. Nou, we zullen het wel zien. PSV moet gewoon tegen Sturm Graz gewoon winnen. Zelf gewoon winnen. Dus dat moet helemaal goed komen. Goed, perfect. Prima, goed, prima, goed. Ja, prima. Goed, ondertussen. Gaan we gewoon een wedstrijd spelen, hè? Goed voor vandaag. Goed. Even dit even. Fixen. Daar gaan we. Hartelijk welkom allemaal. We hebben weer een interessante wedstrijd voor u die over enkele ogenblikken gaat beginnen. PSV Sturm Graz. Naast me zit Jeroen Gruter. En ik ben Siert de Vos. We zijn er klaar voor. Samen zullen we deze wedstrijd van commentaar voorzien. Het is PSV tegen Sturm Graz. Ik krijg opeens zo'n gevoel. Dit zou wel eens een heel bijzondere wedstrijd kunnen worden. Dit is zeker een heel bijzondere wedstrijd. PSV moet winnen. De Oostenrijkse Bundesliga. Met deze opstelling gaat PSV... PSV met nummer 16, Drommel. Vijfmans middenveld met twee aan. Max Opsipo, Ramallo, Mwene, Boskagli, Van Ginkel, middenvelders zijn de stok uiteindelijk. Gakpo, Mario Götze en Madueke. En voren hebben we natuurlijk Zahavi. Het bezoekende team begint aan dit duel met deze 11 spelers. Dante Lucic, Nemat, Gazibekos, Goranaj Stankovic, dan Kuen, Hierlander, door het centrum gaan. Alle Kreisler, 4-1-2-1-2 ja. Opstelling is het. Jancher en Yeboah. Een leuk feitje is dat het stadion van PSV op dezelfde plek staat waar de eerste wedstrijd van de club werd gespeeld. En, trouwens, ook maar een meter of 500 van het eerste fabriekje van Anton en meneer Frits Philips. Ja, het was eigenlijk nog de voorloper, hè? Nog voor PSV officieel werd opgericht. PSV Sturm Graz is begonnen. PSV, een hele belangrijke wedstrijd is dit. In 1911, zijn allereerste echte wedstrijd. Tegen Monaco werd het uiteindelijk 0-0. Een hele saaie wedstrijd, vond ik. Waar niet veel eraan was. Gezien de speelstijl van de bezoekers. Dus PSV moet winnen. En moet dus meteen de aanval gaan opzoeken. Of heb ik het mis? Nee, de voorzaat dan. Dat zie je goed. Ze zullen de tegenstander het spel laten maken terwijl ze zelf rustig hun moment afwachten om dan bliksemsnel toe te slaan. Iets te ver gespeeld. Die is voor het doelman. Voor het doelman. Doelman komt. Oh, Yeboah. Yeboah. Yeboah, hij gaat hard over. Toch wel flink. Zonde. Het was een goede afstand om hem erin te leggen. Ja, maar dat moet je dan toch Drommel. Met meer gevoel doen. Ik denk dat hij hier te hard werd geschoten. Ja, maar met deze bal weet je het ook niet. Dante. Zijn bedoeling was natuurlijk die bal over te spelen. Zijn een gooi voor uit PSV. Van Ginkel. Van Ginkel. Van Ginkel. Ah, dat is goed gedaan. Maar de week, er staat er iemand voor? Dan kan niemand zo er tegenaan lopen. Maar niemand staat daar dus. De speler werkt de bal naar voren. Van Ginkel. Ja, de 12 man is er niet bij, ja. Het is gewoon doodzonde. Vanaf de vleugel. Het is echt doodzonde dat er zo'n publiek wordt gevoetbald. Van die bal. Hij troeft hem fysiek af en heeft vooral bij de Europese wedstrijd. Dat is wel
Waar gaan ze in de diepte? Zavi! Gered door de keeper. Daar kan de kans. Die bal wordt was nog binnen. Van Ginkel. Van Ginkel! Over. Deze komt niet in de richting. Jongen. Ja, je kunt wel hard schieten. Maar richt is een beetje beter. Gutsen kan doorlopen. Gutsen nog altijd. Gutsen. Maduweken. Maatkeeper. Bal nog binnen de lijn. Ingooi PSV. Dat wordt ingooien voor PSV. Max met de voorzet. Nee. Komt een ingooi voor PSV. Gedaan. Cody Gakpo. Voorzitter. Zavi! En? Naast dat schot. Er is een overtreding gegaan. Stillengras nog niet echt een hele grote kans gehad. Een succesvolle actie van die speler. De bal is voor hem. Maduweke. Dit is keurig. Dat is dus waarschijnlijk geen buitenspel. Maar er zit de keeper alweer bij. Het is een goede keeper, dat zie ik nu al. Hoekschop komt voor. Uiteindelijk loopt het op niets uit. Dus opnieuw proberen. Schiebenhandel. Die gaat uit. Inworp. Marco van Ginkel. Van Ginkel. Maduweken. Daar waren ze weer bijna erdoor. Door de verdediging van Sturm Graas. Slordig met het balbezit. Maduweken. Maduweken, dat doet Maduweken goed. In het midden van de 16. De verdediging werkt die bal goed weg. Keun. Door dat druk van Ginkel komen ze weer in balbezit. Mario Götze. Götze. Zahavi zat daartussen. PSV gaat verder. Zahavi nu weer en nu zit hij erin voor PSV. In de 33ste minuut is dit wat PSV nodig heeft. 1-0. Je forceert daarmee een fout bij de tegenstander. Het zat eraan te komen. Tot het doelpunt. Dit is een knappe goal hoor. En een mooie ook nog hoor. Dat ze de tegenstander in een wurggreep nemen. Er is geen enkele ruimte om op te bouwen. Het leidt tot balverlies. En dan weten ze er wel raad mee hè. Maar goed, dat die speler beurt, ik weet niet wie dat is, lijkt op Cody Gakpo of niet. Maar Zahavi maakt 1-0 voor PSV. Lachende gezichten bij de Eindhovenaar aan de aftrap hier. Wat gaat hij nu doen? Tegenpartij aan de bal. Speelt hem hoog naar die speler. Teamgenoot bij de eerste paal. Drommel. Zwakke voorzet. De keeper brengt eenvoudig redding. Daar komt Sturm Graas. Met de eerste kans. Dit is heel goed verdedigd. En gevaarlijk. Gaat hij op de stip. Mogelijkheden voor een counter. Maduweken. Daar wordt goed verdedigd door Dante. De bal ketst af op een speler. Inworp. Maduweken.
Na de week kopbal! Maar een geweldige redding van de keeper. De corner. De hoekschop in het midden. Aardige corner. Er wordt weer een hoekschop gegeven. De volgende corner. Hetzelfde aan nu kopbal gaat hij eroverheen. Is het een nachtenbal? Vierkant hoofd heeft, komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Xavi Madueke. Madueke! Bal weggeboxt, vage week. Corner. Bal buiten de lijnen, hoekschop. De 2-0 hangt in de lucht hoor. Moet stormgras, ja. Wat hebben ze nog laten zien? Niet echt veel, hè. Corner, meer PSV kans voor de bijna voor de 2-0. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Hij kreeg hem net niet goed voor zijn hoofd. Max. Van Ginkel. Die doelman moet opletten. Madueke, ja. Weinig problemen voor de doelman. 2 minuten blessuretijd. Voor wie weet nog een 2-0. Voor wie weet nog voor een 2-0. Dat gaat komen. Nee. Ongenadig hard. Oei. Ja, dat zie je vaker. Hè. Dat gaat dan ten koste van de precisie. Het is tijd voor de rust, zegt de scheidsrechter. Het is 1-0. Het staat maar 1-0, maar het had veel meer kunnen zijn. PSV veel meer kansen. Balbezit PSV 55, Sturmgras 45. 9 keer, shooter opdoen, 1-0. Kansen 14 voor Sturmgras 2. Dus ja, moet je maar nagaan hoeveel dat zijn. Goed, maar we gaan door met de tweede helft. Tweede helft begint. Er is weer afgetrapt. Keulen. Niet meer aan de bal na die tackle. Drommel. Gakpo. Gakpo, Zahavi. Eran, Zahavi gaat linksom. Zahavi, ja, daar moet iemand kijken wie er voor loopt, maar het is een corner. De verdediging kan de bal wegwerken. Al naar het midden. Hoi. Zahavi. Hier is hij grote moeite mee. Bal veroverd in de eigen 16. Maar de weken. Van Ginkel. Van Ginkel. Van Ginkel. Van Ginkel. Ja, voorgeven. Ik kan ook zelf gaan. Aanval wordt afgesloten. Maar het is buitenspel, want Van Ginkel trapt tegen een andere speler aan. Hier. Tegen hem. Trapt hij aan. Dan is het inderdaad buitenspel. Zahavi. Die bal wordt geblokt door die speler. Het doorkoppen. Goed geanticipeerd. Ja. Ze zitten tussen. Als hij sowieso aan was gekomen, was hij sowieso ook weer bij het spel. Want hij stond erachter. Stankovic. Hij klinkt hier al ander. Maar die bal komt niet aan, die gaat over de zijlijn. Max. Uitkijken. Paskachli. Dat is goed gelopen. Cody Gakpo. Gakpo. Maar goed verdedigd. Je moet echt goed weten wat je doet. Ja, dit is goed gedaan. Dit is heel goed gedaan voor PSV. Voor 2-0. Ja, dit is 2-0. Via Zahavi. 2-0 PSV. Lekker voetballen.
Ja, en nu. En dit mogen ze niet meer weggeven. Sterker nog, dit moeten ze niet meer weggeven. Dat moeten ze sowieso niet weggeven. Het staat 2-0. Het begint natuurlijk allemaal met. Dit is heel slim gespeeld hier. Dan tot voor hem. En dan is de keeper al gepasseerd daar. Eranzavi. Wordt die paas opgevolgd door een minstens zo fraaie afronding. Want dit is pure klasse. Dit kan niet iedereen. De bal zo plaatsen buiten het bereik van de keeper. Meester. 2-0 voor PSV. Waar zit er nog meer? Hey, kijk, er staan een speler klaar om in te komen. Ja, dat klopt. De bezoekers gaan met een nieuwe kracht proberen. Madueke! Een spectaculaire redding. Schiebenhandel weer. Heb je behoorlijk wat gepakt hoor. En deze speler mag invallen in de tweede helft. En proberen het tijd te keren. De corner. Een dreigende corner, maar de doelman bokst hem weg. Stormgras. Zo, we zetten hem tussen. Dat is een fout. Gakpo. Gakpo zelf. 3-0 PSV. En kijk eens hoe goed ze dat deden. En een mooie ook nog. Koekoek. Haha. Doelpunt. Een fout voor Stormgras wordt afgestraft door PSV. En slaan daarna op. Hier, hop. Hij was er opeens vandoor. Hij kon hem ook afleggen. Maar hij bezet hem zelf erin. En het is heel fraai. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Het is moeilijk om vanuit die hoek te scoren hoor. Maar het lukt hem. De 67ste minuut. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Kan er nog een vierde komen. Madueke, als hij er goed doorloopt. Hij loopt door, Madueke. Madueke kapt deze man uit. Dan is weg de vierde is er. 70ste minuut, 4 voor PSV. Mooi laag. En daardoor is hij moeilijk te pakken voor de doelman. Nou, nu ben ik wel benieuwd naar de herhaling. Hij doet het gewoon helemaal zelf, hè? Ja. Een vlap. Perfect gegeven. Schitterende steekpaas. Hij was er opeens vandoor. En de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Noni Madueke. De voorsprong is nog groter geworden. En gezien de stand en de tijd is deze wedstrijd wel gespeeld. Uiteraard nog 20 minuten op de klok, maar wat maken nou weer uit? PSV gaat winnen. Maar je moet ook soms denken aan de doelsaldo. Dus wie weet kan Zahavi voor 5 gaan zorgen. Zahavi voor 5. Het is 5. Wat een doelpuntenmachine deze man. Het is alweer zijn derde goal en hat-trick. Daar speelt hij echt de sterren van de hemel. De klasse druipt er vanaf. En weer een fout van Stormgras, hè? De bal mag na afloop mee naar huis. En laten we eerlijk zijn, Siert. Het is verdiend hoor. Hij is de hele wedstrijd een plaag voor die verdediging. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. Hij wilde een pasen, maar de bal gaat uit. En ja, Drommel had niet echt grote problemen gehad. Sterker, hij heeft nog niet, volgens mij heeft hij nog niet één bal tegengehouden. De verdediger wordt het bos ingestuurd. Gutsen. Ja, figuurlijk dan, hè, want er zijn natuurlijk geen bomen op het veld staan. Corner. Bal achtergewerkt, hoekschop. De wedstrijd is nog niet voorbij, maar de PSV-supporters zijn alvast begonnen hun overwinning te vieren. En 6-0. Schitterend. Een kopbal dat erin gaat. Uiteindelijk toch nog eindelijk weer een doelpunt. Met een kopbal zo vaak kon onderschatten, zoveel. En dan gaat deze erin. Ramallo. Je zou toch verwachten dat een verdediging zich wat beter concentreert als de bal wordt voorgebracht vanuit een hoekschop. Maar dat is André Ramallo. Maar ja, dan moet je hem nog wel langs de keeper zien te koppen. En dat lukt hem hier uitstekend. Hij raakt de bal precies goed. Fraaie goal.
6 de trainer voor PSV, 0 voor Sturm Graz. Er staat al een speler een tijdje klaar om erin te komen. Cody Gakpo. Wie weet kan er een 7 te komen. Kijk, Zahavi, die gaat er gewoon doorheen, hè. Alsof dat er niet is. Zahavi! De keeper krijgt zijn vingertop aan. Dat doet de keeper nog even mee. Max. Corner weer. De volgende corner. Was van een speler van de tegenpartij. Behoorlijk wat corners, hoor. Voor PSV. Weer dezelfde kans. Midden in de 16 terecht. De verdedigende partij krijgen we nog een kans. Het gevaar van die bal. Opnieuw een hoekschop. Corner voor het doel gebracht. Jammer. Maar hier worden ze niets wijzer van. Maar nog 8 minuten te gaan. 8 minuten nog op de klok. De tijd dringt. Maar twee keer zat ertussen. Dan schiet die bal zo naar de tegenstander. Van Ginkel. Ik zal hem helemaal naar links passen. Juist. Cody Gakpo. Gakpo. Gakpo 7. Nee, geen 7-0. Ik had hem geteld, hoor. Dan de voorzet. Nee, daar schieten ze uiteindelijk niets mee op. Dit is toch om horendol van te worden. Die bal die leek erin te vliegen, maar ja, die ket staat toch weer terug het veld in. Mario Götze. 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 Doelman ertussen. Spel gaat verder. Boskakli. 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 Weer de keeper. Maar de bal blijft in het. Zo heeft de keeper al behoorlijk wat eruit gaan, want anders heeft PSV flink. Dit is buitenspel. Nee, dan ze hadden de voorsprong bij. Had je 7-0 kunnen maken. Behoorlijk wat kansen, behoorlijk wat, ja. Een PSV had gewoon hier met 7-8-0 kunnen winnen. Maar het wordt dus uiteindelijk 6-0. Een drommel. Ja, geen problemen gehad. En dit mag niet doorgaan, want de wedstrijd zit erop. PSV wint met 6-0. Klit, klat, kladderum. Ze hebben de tegenstander alle hoeken van het veld laten zien. Deze zege is zo duidelijk als wat. Goed. 6-0 dus. En dadelijk zien we Slavia Praag tegen Feyenoord om 6 uur. Goed. Hopelijk. Ja, dit hoeft niet. Goed, ik ga het eerst bewaren, jongens. Wij zien elkaar dus straks om 6 uur weer terug. Goed, kijk. Dus Slavia Praag en Feyenoord. Ook Feyenoord is bijna door. PSV moet nog even wachten. Kijken of ze überhaupt echt 100% doorgaan. Maar het belangrijkste is dat ze winnen van Sturm Graz. En maar best wel wat doelpunten hopelijk. Dat zullen we dus wel zien. Donderdag is dus die wedstrijd. Maar wij gaan om 6 uur gaan we nog vandaag nog even door. Met Slavia Praag tegen Feyenoord. Kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot straks om 6 uur dan maar weer, jongens. Mazzel!